Jij komt hier. Jij komt hier zo kijken naar mij op de YouTube. Jij komt hier kijken naar I sit op de auto. Wat denk jij? Jij moet nog op die like drukken. Jij moet op die like drukken voor jij naar de video komt kijken op de auto. Wat denk jij? Jij komt hier, ik doe zout in jouw gezicht. Maak jou helemaal kapot. Ja, doe die like. Misschien kunnen wij veel likes halen. 400 likes, morgen nieuwe video. 500 likes, maak je me helemaal blij. 700 likes, stuur ik wel taart op naar je huis of zo. Vandaag is het zondag. Zondag is een kutdag. En op kutdagen moet er een kutvideo geüpload worden. Dus wat gaan wij vandaag maken? Inderdaad, een prank video. Let's go! Ciao, Ice hier. Today is a good day for a fucked up video. And we're gonna do that met een flash Jack Daniels en een flopje van 50 euro. Gisteren is België gewonnen met 5-0 tegen Cyprus. We kunnen zeggen dat het een anale verkrachting was. Cyprus was geen tegenstand. So guys, today, de deur moet nog dicht. Ik weet niet of jullie dat zien, maar ik kom altijd zo mijn kamer binnen. Ik laat altijd mijn deur openstaan. En in het volgende shot is die deur dan dicht. Dat is omdat ik naar daar ga en dan doe ik die deur dicht. Just like this. En dan kom ik terug en dan begin ik aan de video. Waarschijnlijk dachten jullie dat een of andere spook die deur dicht deed. Hey, problem solved. So guys, today heb ik een gommetje van de HEMA. Die nu weg is. Heeft er iemand van jullie ooit eigenlijk al doorgehad waarvoor zweetbandjes dienen? Je doet die shit rond je pols. En wat gebeurt er dan? Zweet je dan minder? Dus de bedoeling dat je dat zo doet over je hoofd. Ik zweet altijd het meest onder mijn oksels. Moet je dat zoiets doen? Zo... Impossible. Bullshit. So guys, today, toen ik begon met YouTube had ik ook een zieke setup. Op deze krot laptop waarop ik video's bewerkte en al die shit. Deze laptop deed er 5 uur over om een video van 10 minuten te renderen. Echt een goede laptop. Hoi. En dit was mijn camera en ik kan zeggen deze camera was eigenlijk gewoon fucking goed. Maar mijn mama is hier eens foto's mee gaan trekken en ze heeft hem laten vallen. En nu kan deze camera niet meer scherp stellen. Dus nu heb ik deze camera gewoon, ja, voor de show. Yo YouTube! Oh, holy shit! You spin my head right round when you go down, when you go down, down. Als je een mes neemt en je duwt je vinger erop, gaat het mes sowieso door je vinger. Maar als je fucking veel messen naast elkaar zou zetten, zou je je hand er eigenlijk kunnen opduwen en zou er niks gebeuren. Dat komt omdat de druk van je hand dan verspreid wordt over meerdere mespuntjes. Als je op één mespunt drukt, komt alle druk neer op dit kleine puntje en dan drukt dat mes gewoon door je hand. Als je meerdere mespunten hebt, wordt eigenlijk alles een beetje verspreid, waardoor er eigenlijk een soort van evenwicht ontstaat en waardoor je hand er niet volledig gaat doorgaan. Als je er een hamer op gaat beginnen slaan, dan natuurlijk wel. Dit boek heb ik zo gezegd gelezen voor school. Check die pagina's! Holy shit! Ik heb gewoon een verhaal verzonnen. Ik heb mijn boekverslag geschreven op een blad. Ik heb random dingen opgeschreven. Echt fucked up. Een paar video's geleden had ik gezegd dat ik een nota had en dat die echt fucking dik was. En ik had die in mijn video gestopt. Een dag daarna maak draai je een video mee, nota's. Fucking inspiratieloze hoer. Maar er waren veel mensen die zeiden dat ze niet konden lezen wat er op die nota stond. Dus ik ga het nu even voorlezen voor jullie. Je gedrag is onaanvaardbaar. Ook al heb je les met een stagiair, je gaat niet met koekjes gooien naar je medeleerlingen. Strafstudie op, ja, dan de datum. Toon respect aan stagiairen. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Ik ben een echte gangster. Holy shit. Fuck die shit. De video slaat weer helemaal nergens op. Weer zo'n video waar ik de hele tijd met dingen heb zitten gooien. Kunnen er ook een dansvideo van maken? Kutzondag, een fucking kutzooi. Heel mijn inspiratie is naar de tering. Ik kan niet meer helder nadenken. Al mijn ideeën worden geneukt door muziek. So guys, today... Oh my fucking god, wat een fucking scheidvideo is dit weer. Ik ga mezelf beter een beetje snijden voor zijn. Let's go. Volg jij me nog niet op Instagram? Ga dat dan zeker gaan doen. Op Instagram zie je foto's van YouTube en van mijn privéleven. Perfect. Go to Instagram. Ad van der Gunst Nathan. En volg me. Like alle foto's. Let's go. Het is tijd
om nog iets stom te doen. So guys, today. Ik vind dat ik er nu echt uitzie als gangster. Voor de mensen die niet weten wat het is scheerschuim. Nu lijk ik op echte man. En als echte man zeg ik, deel de video. Bedankt om te kijken naar deze grot video. Grapje, er is het einde nog niet. Toch wel. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij hem kut, nutteloos, bullshit? Maar toch heb je gelachen. Dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Ik zag deze video als veel te kort. Maar boeien, ik heb niet veel tijd. Het is zondag. Ik moet nog iets anders doen. Voor kut school. Ik ben Acid en ik zag. Ik heb niet eens outro in deze video gestoken omdat ik te lui ben. Dus guys, ik zou gewoon zeggen, like die video. En ik zeg ja, moet ik al dat scheerschuim er gaan afspoelen en de kamer opruimen. Let's go, ja.